In aflevering 3 van Super Mario Bros. Wonder helpt Poplin ons om hier doorheen te komen. Daar zijn allerlei Koopas op rolschaatsen en doen we een parachutepet-test. Doen we echt een super moeilijk level van niveau 4 en is het eindelijk tijd om Bowser Jr. aan te vallen in zijn kasteel. Laten we eerst even daar naar boven lopen om te kijken wat daar voor bonus levels zijn. Met 10 bloemenmunten zou ik een korte mette mee kunnen maken. Oh, nou, we kunnen wel even kijken. Hartstikke idee. Is er ook nog allemaal levels? Overstekende Rolla Koopas. Oh, we moeten denk ik uitkijken voor de Rolla Koopas. Die zouden we ook kunnen schieten, denk ik. Haha, lekker voor je. Doei. Oh, hier is een Mario badge. Of, ik weet niet zo goed wat dat nou is, die blokjes. Oh, hier, kijk, deze moeten we pakken. Zo, hoppakee. Dat is nummer 1. Deze even naar beneden gooien. Zo, er zit al wat in. Oh, kijk, we hebben een propeller. Ja, daarmee gaan we opeens naar boven. Kijk, maar goed dat ik die even pak. Nog 4. Ja, nog 4 wat. Oh, we moeten ze verslaan. Hoe kom ik daar boven dan? Hoe kom ik daar? Zo? Zo? Oké, ja, zo. Hoppakee. Lekker. Zo doen we dat. Ja, gewoon via het muurtje omhoog jumpen. Zo, er zijn er wel een hoop, hè, hier. Ik heb het idee dat ik hier ook naar boven kan. Kijk, dit dacht ik al. Ik weet niet wat ik hier gepakt heb, maar ik heb iets gepakt. Gewoon lekker bovenlangs. We zijn op de helft van een leveltje. Top. Pak even een reservebloem. Ik moet even op één van hun hoofden springen. Kijk, want ik moet hier een ding tegenaan gooien. Een shell. Kom eens. Kom eens. Dankjewel. Komt-ie. Hotse vlot. Oh, dit was niet handig. Maar dat is wel het derde 10 muntje. Dat is precies wat ik nodig had. Oh, en hier moet ik denk ik ook iemand eventjes gooien. Zo. Ja, dan kunnen we al deze muntjes pakken. Top. 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 Jump. Kan ik dit ook vastpakken? Ja, dat dacht ik al. Ik had toch zo'n gevoel dat dat hendels waren. Oké. Holy moly, wat gebeurt er? Ik ben even confused. Ik ga even mijn bloem pakken. Ja, hier zit er nog 1. We moeten nu naar links. Daar zit er denk ik dan ergens ook nog 1. Ja, hier. Cool. Die hebben we ook te pakken. Maar waar is de laatste? Oh, daar. Kijk, hier is een hendel. Zou dit hem zijn? Nee, dit is een bloem. Maar we kunnen hier wel omhoog. Hier konden we net niet naartoe. We gaan naar rechts, denk ik. Ja, hier is de laatste. Oh nee, er is er nog 1. We missen er 1. Oh, die is hierboven. Ja, die hebben we ook te pakken. Oh, die hadden we bijna te pakken. Daar zit een gat onder. Ja, lekker. Dit is echt fantastisch. Dit zijn weer zulke leuke leveltjes. En door. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ja, we hebben hem. Zo, kunnen we dan gelijk eventjes doorzweven naar het einde van de... Oh, dit is weer zo ongelukkig. Ik landde weer precies op een rollerskater. Oh my god, en nog een keer. Dit gaat goed. Wat ziek idee. Wat een chaos level met al die gekke rolschaats in de koepa's. Nou, ook dit level hebben we weer volledig gehaald. Kijk, en dan krijgen we daar weer een bonusie. Ik denk dat ik trouwens wel gewoon voor deze zweefbadge ga. Voor de parachutepad. Die vind ik denk ik fijner. Oké, die hoppo. Er moet een hoppo vliegen. Oh ja, ik moet hem zo laten bouncen. Ja, cool. En dan moet ik hem hier ook laten bouncen. Ja, zo. Ja, oké. En dan, ja, dan kan ik zo naar boven. Thank you. Yay. En dan hebben we weer zo'n ding. Lekker. Volgende wonderzaadje in de pocket. Maar wat is dit voor level? Dit is een badge test. Dan gaan we dus testen of we de parachutepad onder controle hebben. Oké, let's go. Ja, dit was goed, denk ik. Let's go. Oké, dit kunnen we rustig aan doen. Ja, hier pakken we deze. En zweven maar. Lekker. En zweven. Ja, gaat helemaal goed. Even dit half ding pakken, zodat we hier weer beginnen als we nu kapot zouden gaan. Ja, deze hebben we ook. En nog een keer zweven. Ja joh, dit gaat helemaal goed komen. Oh, ik ga wel even wachten. Even chillen. Ik had bijna de verkeerde timing te pakken. Ja, die hebben we ook. En hoppakee, boven in de toren. Lekker man. Thanks maat. Dankjewel. En dan hebben we denk ik alles hier in deze wereld ook wel gehaald. En dan gaan we nu richting dit kasteel. Daar waar Bowser Jr. zit. Maar ik zie dat hier ook nog wel lastige levels zijn. Dit is een 4-sterren level. Die wil ik eigenlijk ook nog even eerst doen voordat we naar het kasteel gaan hoor. Ik ben heel benieuwd of dit een beetje uitdaging is. 4 sterren. Ik denk dat dit wel moeilijk is. Hier moet je ook 3 van die paarse muntjes pakken en weer wonderzaadbloemen. Oké. Ik kan gewoon via hun rug zo hier opspringen. Top. Oké, ik snap waardoor het 4 sterren is. Ik heb hem nu een keer geprobeerd. Die heb ik niet overleefd. Het is even wennen. Even kijken hoe het level loopt. Het is spannend. Dit is lastig. Maar dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Hier, deze P moeten we pakken. Zo, hoppakee. Dan hier.
Even kijken hoor. Hier bovenop, daar zat de 10. Ja, die hebben we. Oké, dat is de eerste. Nu moeten we gewoon het level zien uit te spelen. Deze P hebben we ook te pakken. Dat is top. Dan moet ik hier even blijven staan voor de tweede 10. Let's go. Een beetje naar voren rennen. Powerblok pakken. Oh nee! 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 Oh, we gingen zo lekker. Gooi ik dat powerblok de verkeerde kant op. Gelukkig blijf je progress wel bewaard, zolang je het level niet verlaat. Kijk, deze hoef je dus nu niet meer te pakken. Ik doe het wel, omdat ik het leuk vind. Die tweede die hebben we sowieso te pakken. Die heb ik net gedaan. Die zit daar. En waar zit de derde? Dat weet ik nu nog niet. Oké, let's go. Ja. P-blokje. Ja, omhoog. Ik denk dat die... Oh, daar zit die. Ik ga hem wel pakken hoor. Ik ga hem wel pakken. Ook al was dit niet de manier waarop. Dan heb ik hem in ieder geval. Powerblok. Let's go. Rennen. 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 Oh, ik mis het peetje, maar dat maakt niet uit, denk ik. Let's go. Soort van. Daarboven, die hadden we al gepakt. Ja, die laat ik nu lekker zitten hoor. Sorry. Die heb ik niet. En nu? Moeten we omhoog? Omhoog. 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 Hier de wonderblok pakken. En dan... Ja, en nu? Wil ik eigenlijk hier doorheen, maar dat gaat niet. Ah, dan missen we zeker weer wat. In ieder geval kunnen we wel hier bovenin landen. Ja. Ja, oké, nou, we hebben wel alles gehaald, zo te zien. Oh, maar die was lastig hoor. Oké, dan nog even dit level, de muurklimsprong. Oh, dit is nieuw. Als je nu op de muur hangt, kan je met B recht omhoog springen. Normaal bounce ik altijd zo weg. Maar blijkbaar kan je nu gewoon zo omhoog. Oké. Hier even deze. Zo, en dan gewoon recht omhoog. Ja, dit is top, joh. Dit is geweldig. Dit is een uitvinding weer in Mario Bros. Wonder. I love it. Neem een aanloop. Hier, omhoog. Hoppakee. 10 munten. En dan gaan we hier omhoog. Ja, top. En dan gaan we hier ook omhoog. Dan moet ik nu, denk ik, hier... Dat ging bijna in één keer goed. Cool. Kan ik eigenlijk gewoon zo? Ja, kijk. Dit is super. Dan kan ik hier omhoog. En nog een keer. Maar er is nog een 10 muntenblok en die zit waarschijnlijk daar linksbovenin. Ik wil eigenlijk gewoon zo... Ik ga hier even omhoog. Ik ga even makkelijk doen. Zo, en dan... Ja, dus daar zit hij. Ik zat maar gewoon weer een beetje lastig te doen, een beetje moeilijk te doen, maar... Het is makkelijker soms als je een andere oplossing zoekt. Oké, die hebben we ook te pakken. En weer een badge. Oh, dat is de badge dat je recht omhoog kan springen. Ja. Waar komen we trouwens uit als ik deze buis pak? Wat is dit, joh? Ook nog 3 levels? Ja, maar het is nu tijd voor de baas, toch? Ik wil ook ooit nog dit level doen. Nee, ik kom later terug voor jullie, hoor. Het is nu tijd voor het kasteel. Daar zit ik al zo lang op te wachten. Paleis van de Buizenweide. Oké. Dit is wel vet, man. Bowser Jr., kom eraan, maat. Ik kom eraan. Zo, zijn dit nou zombie Koombas? Kijk dan. Kijk zijn hoofd. Ze zijn blauw. Oké, wat zit hier? Een pannenstoel. Let's go. Oké, er komen opeens allemaal buizen voor mijn neus. Oké, dit level verandert weer lekker. Oh, Hammerbro. Oh my god, Hammerbro voor mijn neus. Potverdorie. Wat een ziek idee. Kan ik hierin? Nee, Rick, je kan niet in die buis. Je hoeft je niet te proberen. Je kan niet in die buis. Oké, we zijn hier op de helft. Ik moet daar... Wat moet ik doen? Kan ik deze buis wegduwen? Nee. Kan ik een buis pletten? Wat moet ik doen? Moet ik deze pakken? Deze bloem. Dat geeft me wel in ieder geval de 10 muntjes ding. Maar ik moet die wonderbloem hebben. Wacht even. We kunnen door deze buis natuurlijk. Wat gebeurt er in dit level? Oké, alles verandert weer. Alles verandert. En de buizen die vallen naar beneden, maar ik ga gewoon bovenlangs. Oh, ik kan niet helemaal verder bovenlangs. Ik dacht ik ga bovenlangs, maar nee, toch niet. Buizen komen naar beneden. Ja, oké, cool. Hier gaan we een soort van bovenlangs. Ja. Nog meer buizen die naar beneden vallen. Oh my gosh. Oké. Rennen! We gaan naar links. We gaan eerst naar links. Daar stonden superveel dingen die we moeten pakken. Ja, kijk. Hop. Deze allemaal. Deze moeten we allemaal hebben. Ja, lekker. En we kunnen hier doorheen. Moet ik rennen, denk ik, hè? Ja, kijk. Gewoon lekker er dwars doorheen rennen. Oké, nu zijn we hier. En dan gaan we deze even aanraken. Ja, gaan we hier naar beneden bouncen. Zo, dan is daar een 10. Kunnen we die...
Kan ik gewoon... Ja, oh my god. Ja, dit was ook stom ook, hè. Dit was weer stom. Ik moet gewoon via die muur gaan. Of je gaat gewoon rustig op deze buis en dan pak je hem zo. Ja, kijk, dit is niet zo moeilijk. Oh, de hammer bro is wel moeilijk. Oh, gelukkig wordt hij geplet. Ik leef nog. En nou... Ja, oké. Die hebben we te pakken. Gelukkig. Hopelijk hebben we nu even rust. Oh, nee, ik denk het niet. We moeten Bowser Jr. natuurlijk nog verslaan. En ik heb helemaal geen power-ups. Oké, nu ben ik wel weer groot. We staan voor de deur van Bowser Jr., denk ik. Hier is nog een verrassingsblokje. Oké, moeten we goed timen. Ja, lekker. Hoppakee. Olifant Mario, let's go. Door de buis heen. Daar is die hoor. Daar is die. Bowser Jr. heeft wel zin om even te spelen. Dit paleis is tot de nok toegevuld met papa's wonderkracht. Jullie maken geen schijn van kans. Maar het wordt grappig om jullie te zien proberen. Hoe bedoel je jullie? Ik ben alleen. Oh, je gaat weer lekker bouwen, lekker draaien zo. Ja hoor, hey, kom maar weer terug. Hey. Ja, top. Ik ga op je hoofd springen. Alsjeblieft. Lekker voor je. Oké, wat is dit? Oh my gosh. Wow. Die Bowser Jr. ziet er wel vet uit. Oh, ik ben nog groter geworden. Yo, maar dit doet pijn. Als ik nou op zijn shell stap, dan voelt het net alsof je op een Lego blokje hebt gestapt. Als ik spring, dan... Kijk, ja, dan gaat hij om... Ja, dit meen je. Wat is dit nou weer? Kom, hier. Hoppakee. Kom, Bowser Jr. Oh, oké, nu is hij super groot. Moet ik via de muur springen? Let's go. De rollen zijn nu omgedraaid. Oké, wat ga je doen? Je gaat naar mij toe stappen. Is goed. Ik ga naar jou zweven, maat. Hoppakee, op je hoofd. Oké, dit deed hem heel weinig zo te zien. Oké. Ga je nou weer naar mij toe stappen? Hij is wel boos. Hij begint rood aan te lopen. Let's go Mario. Op ze. Ja, lekker. Oké, hij gaat weer bouncen, denk ik. Ja, oké. Ik denk dat ik hem nog één keer moet raken. Gaat goed komen. Dit kan jij, Mario. Hoppakee. Oh, nog niet. Ja, wel. Lekker. Die zag er wel vet uit, jongen, deze Bowser Jr. Maar zijn krachten zijn geweken. En waar ga je naartoe? Hoe kan jij zo door de muur springen? Anyway. Zo, dit ziet er goed uit. Dit ziet er heerlijk uit. Want dit is een koningszaadje. En daarmee hebben we denk ik dit koninkrijk gered. Hallo, meneeren. Kijk, de tentakels verdwijnen. Oké, ik dacht even dat het kasteel verdween. Maar het kasteel is weer mooi. Prachtig. Prins Florian is ook weer blij op mijn rug. En zo is het gelukt om het paleis te bevrijden. Met het koningszaadje veilig in hun bezit zetten ze de achtervolging in op de kasteelvormige Bowser. Kunnen ze voorkomen dat Bowser zijn snode plannen uitvoeren? Uitvoert? Uitvoeren? Ja, lekker! Dit is weer een normaal kasteeltje. En de weg ligt voor ons open. Florian zegt het kloppend hart van het bloemenrijk ligt voor ons. De prachtige tulpenkust. Tijd om Bowser te vinden. Zo, hebben we toch even lekker de kont geschopt van Bowser Jr. Doe een duimpje omhoog en abonneer als je van Mario en Nintendo houdt. Mazzel!